In plaats van dat je een tooi aanschaft, werken we natuurlijk met het leenprincipe. Mensen kunnen kiezen uit man, koppel of vrouwentoys. En dan worden die gebracht met elektrische scooters. Hier op deze parkeerplaats hebben we een afspraak met de mensen van Easy Toys. Een bedrijf dat doet in seksspeeltjes. Daar komen ze aan, denk ik. Ja, dit zullen ze zijn. En zij beweren dus dat je die seksspeeltjes, dildo's en vibrators kunt ruilen met je buren. En daarvoor hebben ze een bedrijf opgericht en dat heet Swap Toys. Nou, dat stinkt echt naar een hele flauwe 1 april grap. Daar komen ze. We spelen het mee. Hallo, ik ben Robert. Hi. Elin. Wat houdt Swap Toys precies in? Nou, Swap Toys is een dienst, een sharingdienst. Met seksspeeltjes. In plaats van dat je een tooi aanschaft, werken we natuurlijk met het leenprincipe. Mensen kunnen kiezen uit man, koppel of vrouwentoys. Dit is ons Love Act, dit zijn trillende eitjes. Die kun je inbrengen. Maar dan denken wij natuurlijk meteen, leuk initiatief, maar is dit wel hygiënisch? Ja, natuurlijk. Eigenlijk houden we alles in eigen beheer. Wordt het gereinigd? Ja, absoluut. Dan hoop je wel dat iedereen het bij wijze van spreken in dezelfde opening gebruikt. Ja, natuurlijk. We geven aan waar toys voor zijn. Nog één dingetje. Is dit nou grappig? Is het grappig? Vind jij het grappig? Ik vind het niet per se grappig. Ik denk dat het gewoon heel leuke producten zijn. Ik denk dat iedereen... Ik bedoel de 1 april grap. Het is echt de allerslechtste die we ooit hebben gehoord. Vind je? Ja, we willen hem wel echt gaan inzetten. Ik denk eigenlijk dat het wel een heel goed idee is. Ook voor deze toys, om het zo te gaan inzetten. Nee, maar even serieus. Houd dit nou niet vol. Doe dit niet. Waarom niet?